multiplicity is eigenlijk de voorwaarde voor werkgeluk. En die twee zijn daardoor voor mij onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Dat we naar een wereld moeten gaan waarbij het waarderen van mensen op hun inhoud en niet op hun uiterlijk, hun gebrek, hun seksuele geaardheid, hun leeftijd. Ten eerste zou je merken dat het bijdraagt aan je werkgeluk als je in een omgeving werkt waar je je mensen goed kent en je ook openstaat voor andere culturen, voor andere zienswijzen, voor andere inzichten, zal het je werk verrijken. Multiplicity betekent ook diversity, maar daar ga je meer uit van de kracht van het geheel dan uit de verschillen van de individuen samen. Bij inclusie zie je dat men vooral de gedachte heeft van dat je anderen moet meenemen, een kans moet geven, dat het maatschappelijk verantwoord is om anderen niet uit te sluiten. En bij multiplicity zeggen we nee, het is gewoon bedrijfseconomisch gewoon noodzakelijk om divers te zijn. We keren het om waar voorheen de diversiteit en inclusie vooral ging van geef anderen kans. Zeg ik nee, je moet niemand een kans geven, je moet jezelf een kans geven. Want door anderen mee te nemen in je proces, krijg je een beter proces, krijg je een winstgevende proces, krijg je een beter draaiend bedrijf. Als je direct kan zien wat het je oplevert, dan is het ook makkelijker om de deur te openen voor de anderen die erachteraan komen. Want als we de anderen gunnen wat we onszelf ook gunnen, dan denk ik dat we dan ook echt de samenleving krijgen waar we allemaal in willen leven. Ik ben Jurgen Rijnmond, ik help bedrijven tegenwoordig op het gebied van inspirerend leiderschap, werkgeluk en diversiteit en inclusie.